Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pocket the Monster, Legend Arceus, Quest Battle, met Gaming is Bay. Oh, jij kunt wel heel goed Japans. Zeker. Ik kan bijna net zo goed Japans als dat ik Engels kan. Ik dacht wel even, waar zijn die sappige leerlingetjes gebleven, maar... Nee, een verleden tijd zijn, Ring. Oh, ben ik nou aan het spammen en krijg ik nu steeds dezelfde vraag omdat ik aan het spammen ben, of... Maar ik blijf gewoon aan spammen. Misschien wel. Oh nee, dit is wel anders. Misschien Beef Wellington. Beef Wellington? Ja. Wow. Wellingtoning is het, denk ik. Belling? Holy damn, dat is zo'n Engels woord. Deze fucking Gyarados kan echt de tyfus krijgen. Clearly. Gyarados? Hoezo? Ik vecht met een Gyarados die ik moet vangen, maar die wil niet in de pokeballen heen. Dat is gemeen. Ja, inderdaad gemeen. En ik haat gemeen. Intens ook nog. Dus pas op, hè. Als je gemeen doet tegen mij, ik haat je. Sander, weet je wat die Gyarados is? Een prutser. Allemaal prutsers. Ice Shard. Oeh, dat is wel ijzig. En ook wel sharding. mag hij ook nog... Hij doet twee keer Ice Shard en Crunch. Wat is dit voor... Voor bullshit crap gedoe. Onzin. Klote zooi. Dat. Exact dat. Jij hoorde niet wat ik zei, hè? Of wel? Wat? Ik zei, ik heb je echt gemist. Ah, dat vind ik lief. Nu heb ik ook echt zin om een leuke game met jou te gaan spelen, zeg maar. Dus vandaar dat ik hoop dat deze serie snel af is. Ja, ik... Ja, ik snap, want ik weet dat jij heel veel... Oh ja, hij heeft crunch, waarom deed ik dit? Ik snap het, want ik weet dat jij heel veel moeite hebt met deze game. En ik snap het ook wel, aangezien je hebt fucking de hele tijd met die levels, zeg maar. Mm-hmm. Dat is kut. Ik heb niet zoveel moeite met deze game, maar ik zou het wel vet vinden om iets anders... Ik zou een cage lock of zo, zou ik nog wel weer een keer vet vinden of zo. Cage lock, sword and shield. Nou. Of Sword and Shield. Alleen dat is kut, want dan zit je met dat je niet online kunt. Ja, mijn. Ja, de enige. Ja, dat is altijd. Ik, dat bedoelde, is altijd ik bedoelde ook Scarlet and Violet en niet Sword and Shield, maar. Dat is wel hetzelfde probleem. X en Y, Cage. Alleen ik weet niet of je dat in X en Y kunt fixen. Nou, als ik daar moeite voor doe, dan denk ik dat ik dat wel kan. Maar dan wil ik eigenlijk, je hebt Pokémon Harmony, dat is zeg maar een romhack van X en Y. Ja. Dat is dan met Alpha Pokémon, ze heten Alpha Pokémon, maar Delta Pokémon is dat. Dus dan heb je bijvoorbeeld een Charmander die Rock-type is in plaats van... net als de Delta species in de trading card game. Ja, super. Eigenlijk wel. Oh, dat was echt fucking ziek. En met custom shinies. En nice. Ook nog eens, hoe heet het, hogere shiny chance. Holy damn. Ik zag dus ooit in een video, mensen die deden ook een Soul Link of iets. Mm-hmm. En ik zag dus toen een Primplup en die shiny was zwart-wit. En ik dacht, holy damn, Primplup heeft de vette shiny op de wereld. Bleek toen een fake shiny te zijn, zeg maar. Yeah. Toen was ik sad. Ik dacht, holy damn, wat een vette shiny. Ik moet dit zien. Is dit de original? En toen was dat niet zo. De original 151. Nee, die was het dus niet. Nou is Primbop sowieso niet van de original 151. Maar ook de shiny was niet original of 151. Niet eens 50% van de kleuren waren hetzelfde, joh. Ketchup doet Xabi. Het staat gewoon Sabi. Ketchup, Sabi. Yo, I love ketchup, man. I love ketchup. Ja, love your ketchup. Nee, valt wel mee eigenlijk. Ik ben mayonaise guy. Niet zo'n saus guy. En dan, mensen vinden me altijd geflipt als ik dat zeg. Behalve jus. Jus is natuurlijk de belangrijkste saus op de hele wereld. Ja, maar jus is geen saus. Tel dat niet als saus, dan ben ik geen saus guy. Ik weet nooit wat mensen tellen als saus. Ik zou zelf ook niet zeggen, oh saus, oh, dan zou ik zelf ook niet snel aan jus denken of zo.
Maar... jus is gewoon bakvocht, zeg maar. En fucking episch. Ik vind jus echt heel lekker bij boerenkool bijvoorbeeld. Maar dan wel niet jus van het vlees zelf, zeg maar. Maar echt gewoon jus, zeg maar, extra aangemaakt, zeg maar. Ja, ja, ja. En de goede, de zakjes. Ja. Of de potjes. Die zijn goed. Die zijn heerlijk. Oké, ik ga die satchels verslaan. Of verslaan, ja. Oppakking. Oppakking. Kijk, jij helpt mij zo erg in het leven. Hè. Ik heb jou echt gemist in mijn leven. Je mag me altijd appen zijn, ring als kerstman. Dat weet ik. Dat weet ik. Als ik ooit een Engels leenwoord heb, ik kom naar... Ik ren naar die app toe, ondanks dat je niet naar app toe rent. Maar ik doe het. Ik zweer jou. Help ik jou daarmee in het leven als jij dat naar mij kan sturen? Ja. Oké, nou ja, dan hoef ik er zelf ook nog eens weinig voor te doen ook. I knew me that a winning situatie. Oh ja, ik heb geen pokeballings meer. Je mag wel een Espeon of een Umbreon. Ja, dat klopt, dat is ook. SMS Espeon. Vind ik funny. Dat vind ik altijd zo jammer. Dan ben ik net geweest bij shit waar je shit kan kopen en zo. En dan doe ik er niks mee. Zo van, bruh, denk dan even na. Maar nee. Denk na wat je doet. Oh, denk nog na wat je doet. Dat is lastig, bro. Dat is lastig. Dat is van Ernst en Bobbying, is dat. Nou ja. Ik had het meer over de tekst, zeg maar. Ik had het niet over letterlijk. Oh, dat is van lastig, man. Nee, bedoel je meer? Dat weet ik. Dat, oké. Ik wou alleen de mensen eventjes vertellen dat van Ersting en Bobbying was. Ah. F is voor feest, dat doe je met vrienden. Vrienden. De U is voor jou en mij. Dat werkt zo niet in het Nederlands, trouwens. En is voor nooit meer saai en nergens meer gezeur. Oh, ik dacht nooit meer genoeg of zo. Nee, nergens meer gezeur. Ah. Dat maakt ons gelukkig en blij. Dat maakt ons gelukkig en blij. Ja, dat klopt wel. F is voor fakkels dat alles in brand steekt. Yeah, uranium bommen. En is voor niet overleven. I love all those three things you've just mentioned. Dit was even simplified Engels. Gelukkig en blij. Het was even simplified Engels voor de mensen onder ons in. En boven ons in ook. Benuri, blijf nou zitten. Oh, ik heb je al. Boeien. Blijf maar niet zitten dan. Oh, dan blijft hij zitten, hè? Wanna bitch. Dat hij zo wil winnen. Nou, maar echt. Hoe staat het met jouw bingo eigenlijk? Ik ben heel lang al niet meer verder gegaan. Ik moet zeggen, ik heb ook al heel lang de Switch niet meer aangeraakt voor dit. Ja, ik wou zeggen cool, maar toen dacht ik, nee, dat is niet het juiste antwoord. Als dit een meer keuzetoets zou zijn, dan zou ze zeggen, fout. Nu moet ik ook zeggen dat ik daar niet per se behoefte aan had, want ik had er wel tijd voor op zich om dat te doen. Mm. Alleen ik had gewoon geen zin of zo. Ja, dat heb je soms. Hey, ja, crunchy salt. Oh, weet je wat ik daarvan word? Salty. Roest. Oh, salty. Oh. Ja. Of crunchy. Word je er crunchy van, Sander? Oh, een beetje crunchy. Net als die KitKat. Je hebt een bepaalde KitKat en die heet dan cringe. Ja, dat zijn de dikkere KitKats. Ja, die dat zijn van de Yukels. Van de Yukelings. Die spelen de ukulele. Zo Yukels. De ukulele. Holy damn, je bent zo'n funny guy. Oh, wel een obtained. Oh, dan ga ik eventjes... Mam. Hoe heb ik me bijna ge-electro-sips? Sips tri-cat. Nou, die zit niet in deze game. Hij had me bijna ge-electro-burst. Die zit wel in deze game, want die had me ge-electro-burst. Buzzer. Ah, Gengar, niet doodgaan.
Ik heb sinds Paddy gebeuren gecheased heeft, zeg maar, heb ik gewoon eigenlijk niet eens meer geprobeerd. Maar vond je dat dan niet leuk of zo, dat hij dat... Jawel. Hij vroeg het ook heel eerlijk aan me. En weet je, het is niet per se dat hij echt cheat, want het is niet echt cheaten. Alleen, het maakt het voor mij wel een stuk minder leuk of zo, maar dat verwijt ik hem helemaal niet. Het is alleen gewoon het gevoel wat ik er zelf bij had. Ik dacht van, ja, laat maar zitten dan, zeg maar. Terwijl het idee is wel heel vet. Ja, ik heb natuurlijk... Zelf heb ik het me ook wel een beetje makkelijk gemaakt. Als in, ik heb alle shinies gedaan die ik al wilde. Mm-hmm. En dat motiveert mij ook om door te gaan, zeg maar. Snap ik. Maar ik vind ook jullie... Ja, ook jullie. Nou klinkt net alsof... Dan klinkt alsof ik het downplay. Nee, maar ik vind beide ideeën zo vet, zeg maar, om te doen. Ik vond het vet toen ik eraan begon. Alleen, ja, hoe heet het? Ik ga er nog op terug, hè, want het is een jaarproject. Hè? Het is niet Je hoeft nu ook niet al bingo te hebben. Zeg maar. Nee. Je hoeft niet alvast een rij gecomplete te hebben. Spoiler. Jij hebt wel een rij gecomplete. Ja. Ja, nice. Ik heb nu, doordat ik laatst Galarian Meowth stuk in de... Of, nee, Galarian... Galarian Meowth, gewoon. Yeah. Meen je dit? Ga ik nu helemaal naar beneden? Oké. Nou, Sander, mag ik heel eerlijk zijn? Ik denk niet dat jij op de goede plek hebt gekeken voor Crunchy Salt. Nee, dat denk ik ook niet, want toen ik eenmaal keek, toen had ik hem echt meteen. Ja, het zit hier echt vol met Crunchy Salt. Ja... Oh, kat, rustig. Hou je rustig, nee, maar, rustig. Hou je rustig, kalm en stil. Ja, dat stil, dat gaat me niet lukken. Rustig ook niet, en kalm eigenlijk ook niet. Hey. Dus eigenlijk lukt het helemaal. Die hele zin, dat lukt al niet. Dat hele liedje. Moet ik opnieuw catching up in Tusabi? Oh, ik heb dat ding nog niet eens. Sam, die gozer ring. Hoe kan je dat ding nou nog niet eens hebben? Ja, hoe kan het dat Sabi mij geen ding geeft? Dat is pas een... Sabi is wel zo'n bitch dit. Inderdaad. Official. Goedgekeurd door dagelijks AD. Oh ja, wacht. Dat is confirmed. Dat is het goede woord. Maar toch... Nee, ik blijf erbij. Dagelijks AD. Kutzooi. Kutzooi, ja, boon. Kut sojaboon, dat is voor de vegans onder. Of vegetariësten. Vegetariësten. Ja. Oké. Okay. Ken je dat niet? Dat je geen vlees eet. Nee, dat zijn vegetariërs, maar... Nee. In mijn woordenboek niet. Ik denk dat jij een nieuwe woordenboek moet kopen. Nee, maar in mijn woordenboek heb ik ook een aantal keer, dan sta ik er als plaatje in, zeg maar. Bij woorden zoals... Engels master. Buttplug? Nee, die niet. Salt. Okay. Salty, bedoel ik. Pog. Nee. Pog. Daar sta ik. Pog champ. Pogging champing. Champing the pog. Camping de pok. En dan niet pok als in het geluid wat kippen maken. Sorry. Hun kip niet weer dood! Sorry, ik was eventjes bang. Dat was ook erg te horen trouwens. Dat maakt me niet gelukkig en ook eigenlijk helemaal niet zo blij. Maar wel bang. Ik was wel bang. S is van Sander, ring. S is van Sander, ring. Bam, bam. A is voor Obama Snow, die ik nu zie. En die mij niet zag. De B is voor Grey Balls, want die gooi ik op hem. Dat maakt me gelukkig in. Mij zit niet. Wat een lullo. Ken je dat, lullo? Dat is een lul met zijn O erom. Wat een lullo. Oh. Ja, hij ziet mij weer.
nieuws. Dan is hij niet kippen. Papa. Papa. Confusion. He not being chickeny. Hij is wel een poesje. Miauw. En hij is pussy. Ha, a pussy boy. Zeker pussying boying. I like to do some shopping. Hoezo heb ik nog steeds een Destrox? Oh ja, dat is de enige bug type die ik heb. Wacht, mag ik niet gewoon ook een Cleavor? Nee. Is die niet bug rock? Die is bug rock, maar jij mag geen bug. Oh ja, ik mag poison. En daarom zit Destrox nog in mijn team, omdat ik een bug type, dat de enige bug type is die ik kan krijgen waarschijnlijk. Ik denk dat jij opeens een Sleepy bent geworden. Ik dacht dat ik ook Burk had. Maar nee, we hebben maar drie typings. En ja, één daarvan is niet Burk toevallig. Geen één daarvan is toevallig Burk. Blissey is voor heel veel XP. Dat maakt ons... gelukkig en blij. Gelukkig en blij, toch wel, hè? Ja, ik dacht al. Volgens mij maakt ons dat gelukkig en blij. Ik hou wel van gelukkigings en blijings. Ik hou ook van dat jij gelukkiging en blijing bent. Nee, dat is fijn. Nu jij nog. Wat nu ik nog? Nu moet jij daar nog blij van worden. Oh. Dat had je al gezegd, dus dat is toch nergens op. Oh. Maar dat is mijn nieuwe catchphrase. Als mensen zeggen van... Als mensen iets moeten doen, dan zeg ik... geloof in jezelf. Of dan zeg ik... ik geloof in je, nu jij nog. Nu jij nog. Ja. Dat is gewoon... inmiddels classic Xander move geworden. Een classic Xander move? Zeker een. Ook een classic Xander move. Is dit jouw signature move? Ja, signature move. Samen met Chatter, Crunchy Salt. Crunchy Salt is geen move, Sandra. Dat is geen move. Ik ga wel even moven. Weet je wat het is? Kijk, ik ga je nu uitleggen wat er aan de hand is. I got no time to question my moves. Ja, dan moet je gewoon bij de plan blijven waar je mee begonnen bent, zeg maar. Ja. Oh, ik ben trots op je. Weet je waar ik niet trots op ben? Op lelijke Perkleys. Oh, wacht, dat zijn ze allemaal. Ik mensen die wegrennen van het gevecht, dacht ik. Oh, ja. Ja, want weet je wat het is? Je zult mij nooit weg zien rennen van een gevecht. En Team Rocket wel. Snap je? Alles wat je moet doen is in jezelf geloven. Ja. En I believe... Je bent echt op zo'n master quest, of niet? Ja. Zeker. Over master quest is gesproken. Hoe gaat het met D&D? Ja, goed. Eigenlijk moet je hem een keer je character sheet sturen, want daar ben ik wel benieuwd naar. Ah, ja, dat is op zich wel... Dan stuur ik die van mij ook. Hé, hey, dat is van Jimmy. Niet Jimmy Falcon. Spookje schraap. Nee, ideetje. Ideetje. Dat is van Jimmy Neutron. Ja, ik van zei dat van slap, Jimmy. Slap, slap, klap, klap, klap. Klap, klap, klap. Slap. Ik zei het verkeerd. Get it. Slap, 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 klap. No time to question my moves. I'll stick to the path that I'll choose. Weet je waarom? Je zult me nooit weg zien rennen van zo'n gek gevechtie. Gevechting. Weet je wie je dat wel zou kunnen doen? Team Rocket, want die grap heb ik zo net ook al gemaakt. Dus dat had je wel kunnen weten. I'm on a master quest. I've got a whole world to see, I believe. Ja, ik geloof all ook. All that I've got to do is believe in me. Oh, deze Rufflet is wel hetzelfde. Alleen die Braviary is anders. Dat klopt, ja. Je bent opeens een Pokémon meester aan het worden, Sandring. Ik dacht altijd dat is allemaal... maar iedereen maakt beginnersfouten, Sandring. Dat geeft niks. Auw.
Ik weet dat je het lief bedoelt. Nou, dat weet ik eigenlijk helemaal niet zo zeker. Maar toch voelt het pijnlijk. Ik bedoel het zeker lief. Dat dacht ik al. Het klonk sarcastisch, maar nee, ik bedoelde het zeker lief. Toch was het wel pijnlijk dat je zei van, beginner. Ja, maar ik ben natuurlijk, jij bent de Engels master en ik ben hier de Pokémon master. Ik ben een Pokémon amateur. Mag dat? Dat zeg ik niet. Dat mag wel, maar dat zeg ik niet. Dat jij een Pokémon amateur bent. Dat zeg ik. Nee. Ik heb dat inderdaad wel gehoord dat jij dat niet zei, maar... Ja, dat zei ik dus wel. Ik zou dat namelijk nooit durven te beweren. Maar je zou ook niet durven te beweren dat ik zo'n Pokémon Pro ben, toch? Nee, zeker niet. Ik hou het gewoon bij de feiten, hè? En dan komen we er wel. Lost Satchel. Oké, hoeveel moet ik nog? Lost and Found? 427 ging. Frick, dit is maar 52 punten. Dan moet ik er nog 2. Dat valt op zich mee. Oh, shit. Allemaal weer te janken voor niks. Ik zei ook nog, dat valt op zich mee. Ja, maar dat hoort niet. Toen was het janken al geschiet. Dat was wel na Jenkins. Zie je. Dat was wel na die Leroy. Die ken ik niet, Leroy Jenkins. Leroy Jenkins. Wat is dat van? Ik weet niet, dat zei Faco Games altijd, als hij dan met Assassin's Creed niet stealth ging, terwijl hij wel stealth moest. En eigenlijk snapte ik de hele referentie niet, maar nu is de referentie gewoon Faco Games, man. Dus dat waren de maakt tijden. Ook weer games, hè? Wist je dat? Ja, of, ik zag... maakt ook weer video's. Ik zag zijn comeback video. Dat is wel grappig, want dan gaat hij het over YouTube van zo lang geleden gaat hij het dan hebben. Dat vind ik wel grappig. Ah. Ja, ik heb het niet heel erg... Ik moet zeggen, ik heb een beetje doorgeskipt, want... Ja, mijn aandachtspan was niet zo heel groot toen ik dat keek. Mm-hmm. Oh, ik haat dit stukje in de game. Oké, maar dat terzijde. Ja, ik heb er ook niet heel veel van meegekregen eigenlijk. Nee, ja, ik vond het op zich... Ik vond het goed om te weten dat hij terug is en ik gun het hem ook. Ja, dat. Ja, meer heb ik ook eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Dat is wel grappig, want dan ging het... hij heeft dan nu een soort van video... een soort van serie... dat hij dus inderdaad... YouTube van vroeger gaat bespreken. En dat is wel grappig, want dan hoor je inderdaad allemaal... YouTubers die vroeger super groot waren... en die tegenwoordig gewoon helemaal verdwenen zijn. Ja, Faco is een heel goed voorbeeld. Zo jammer. Ja... Aan de andere kant, ik kijk hem zelf ook niet. Ja, ik was echt heel erg fan. Ja. Als in, mijn top 3 YouTubers waren... Like, legit. Wacht, voor ik moet even nadenken. Oh ja. Mijn favoriete YouTuber was Faco Games, echt in het begin. Oké, interessant. Daarna dagelijks AD. Toen kende ik Rick overigens nog niet, hè. Dus dat wil ik eventjes gezegd hebben. Nee, dat vind ik wel grappig. Want dat was juist een van de eerste die ik wel kende. Even kijken, wie had je nog meer die ik vet vond? Ja, dus David dan. Gig Kees had je ook nog, ging ik ook heel goed op. En Arjan.org. Ja, dat was wel een beetje dezelfde... zelfde community toch als dus David Games en zo. Ja. IJs. Rocking. Dat is van het genre, muziekgenre. Stealing. Dat is van datgene wat niet mag, volgens de wet. Wat? Stealing. Oh, stealing. Daarna heb je Rock. Weer. Die ga ik nooit onthouden. Oké, volgens mij had je eerst Ice. No time to rocking. Stealing. Daarna weer Rocking. Rocking Bilbo. Alleen nu weet ik dus niet of die laatste Ice of Steel was. Ik ga voor Steel. Je hebt verloren. Ik heb zeker verloren. Het was Ice. Het was... Waarschijnlijk had ik hem echt precies fout. Nou ja, precies goed op de laatste na. Rocking. Dus dat is precies net niet goed. Stealing, Rock, Ice. Of heb ik de volgorde überhaupt fout? Gaat goed, nee. Hè? Nee, maar er stond eentje in zo'n kijkgaatje.
We houden wel van die kijkraadjes. Zeker wel. Wat? Nee, niks. Oh, ja, dit is helemaal kut. Welke volgorde moet ik nu nemen dan? Helemaal niks. Wat ik overigens wel graag zou willen, is de aflevering beëindigen. Kan dat? Ja, denk ik. Ja, ja, doe maar. Dan zoek ik dit wel volgende aflevering uit. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Niet. Doe een duimpje omhoog. En zie je graag bij de volgende aflevering weer. Adios, amigos.